Oké. Ik kan twee dingen doen. Ik kan hem jullie kant op gooien. Dat zou ik niet voor jullie doen. Ook daar goed versteken. Als je ruzie wil, als je geen ruzie wil, zou ik dat niet. Kijk, ik kan maar je begint in het midden of. Maar als je hem in het midden erop zet, dan ben je alles kwijt natuurlijk. Hè? Niet meer voor je kleine doekje. Kijk. Ik kan het zo doen. Dit is de zogenaamde flip cup techniek. Ja. Nee. Het is wat hoor. En je hebt kans dat ik straks nog de swipe techniek ga laten zien. Nou. Ik laat hem rustig even zo, dan gaat de verf een beetje is door. Die witte verf, is die gemengd met de spul wat het, ja. Die bus? Ja. Oké. Okay. Welk? Nee, ik ben later ingestroomd. Oh. Een paar minuten wachten. Die verf is gemengd met dit. Ja, alle verf. En de kleurtjesverf is gemengd met dit. En siliconen. En sommige kleurtjes met siliconen. Nou, too late. Ik ga zo meteen even branden. Ja, er zijn de echte professionals voor dit hebben zo'n mooi klein crème brûlée brandertje die je bij de Blokker voor 7 euro kan kopen. Heel mooi, zij heeft dat natuurlijk als professional. It's necessary for the air bubbles. Cool. Ja. En ik heb dit nog. Het grove gebeld. Maar het gaat dus niet met een föhn waar je ook wel eens ja, zit. Kan ook. Ik heb ook hier die föhn, er is ook een föhn. En dat heeft ook het techniek dat je de verf daarmee uit weg, elkaar. Dat ga ik nou even niet doen, want je kunt ook met een rietje blazen. Ja, met een rietje blazen, dat heeft zij ook. Maar ik doe het zo met dit. En die toortje is er voor, of die brander is er voor om belletjes die erin in zitten, om die te laten springen. Loffen. Ja. En met en cellen worden daardoor wat groter. Zal ik hem. Ja, wij zijn ja, benieuwd. Onder de stoel? Mooie kleuren, kijk eens. Dat is leuk. Goed gekozen. Als je hem zo doet, dan heb je niet geen verf meer van dat doekje. Nee. Nee. Ja, nou, ik dacht, als die eraf loopt, dan kan je hem nog opvangen. Ja, dus. Ja. Ja, mooi. Nou, als je nu een beetje gaat zitten kantelen, daarmee, dan probeer je dat eigenlijk dat doek helemaal vol te krijgen. En je ziet al, je ziet hier van die, ja, daar zitten van die cellen ontstaan. Ja, dat vind ik nou juist het leuke. Ja, dat is het leuke. Maar dan komt er die siliconen. Ja. Want ik weet wel, ik heb het met water gedaan, maar dan gaan de kleuren ook vaker mengen. Ja, nee, dat ja, gaat, die loopt gaat dan niet echt goed, door elkaar. Ja. De bedoeling is dat. Heb ik ons een keer gedaan. De bedoeling is dat je met dit spul. Ja. Dus daar eigenlijk. Eigenlijk is hij nog te dik, zo te zien.